In deze les laat ik je zien hoe je kan spelen met je hond. Nu ligt hij er nog rustig bij, maar zometeen gaan we even stoeien met hem. En dat is goed voor het creëren en het versterken van de band. Want spelen met een hond kan je op verschillende manieren doen. Maar in huis kan je natuurlijk niet met een vlostouw gaan gooien of met een balletje, want dan kunnen dingen kapot gaan. Ik laat je zien hoe je je hond kan uitdagen tot een spel. Als je gaat spelen met je hond, let dan op de bewegingen van je hond en de reactie van je hond. Het kan zijn dat hij bepaalde handelingen niet fijn vindt en dat zal hij dan ook aangeven door je te gaan ontwijken of weg te lopen. Dan doe je iets niet helemaal goed. Ga dan iets anders proberen, maar kijk voornamelijk naar wat je hond zelf doet. Wat hij doet is spel. Dus als jij dat imiteert, heb je spel terug. Wat ik deed was een spelboog maken, dus laag bij de grond en dan één keer weer opspringen. Dat doen honden zelf ook met de spelboog. Ondertussen gaf ik hem even een kleine duw om hem te triggeren tot spel. En je ziet dat hij nu langzaam gaat komen naar spel. En je ziet ook dat hij zijn poten gebruikt om op mij te slaan en te duwen en dat hij mij bijt. En het bijten vinden we heel veel mensen eng. En dat is helemaal niet zo eng, want honden weten echt wel het verschil tussen bijten in een spel en bijten in een gevecht. Ik heb expres een ander shirt aangetrokken, een hoodie aangetrokken, want zijn tanden zijn natuurlijk sterker dan mijn lichaam. Je hoeft niet bang te zijn dat hij je vingers eraf bijt, want je ziet ook hier, ik kan hem gewoon vastpakken en hij zal niet mijn vingers eraf bijten. Je hoeft dus ook geen vuist te maken, dat is helemaal niet fijn voor hem. Dus hij pakt zo af en toe eens je hand en dat is niet erg. En als hij je arm pakt, dan ben je wat meer beschermd. Doe het fijn aan je vingers, kan je ook nog een handschoen aandoen als je dat zou willen. Hij pakt mij bij mijn armen, ik pak hem bij zijn poot. En dat snapt hij ook. En het duwen snapt hij ook. Je ziet ook dat hij laag ging. Ik was laag en ik speel zachtjes. En hij ziet dat hij ook zachtjes terug gaat spelen. Je kan dus bij heel veel honden kan je energie gaan schalen. Dus zachtjes spelen betekent dat je zacht spel terugkrijgt. Ga je harder spelen, zie je dat een hond ook harder terug gaat spelen. Dit doet hij trouwens zelf, op zijn rug rollen of op zijn zij rollen en dat doe ik niet. Heel veel mensen doen het wel en die gaan bewust een hond op hun zij duwen. Dat doe ik niet. Als een hond dat wil, helemaal prima. Maar ga hem nou niet dwingen om op zijn zij te gaan, want dat is een positie die helemaal niet zo fijn is voor een hond en uit zichzelf moet komen en niet vanuit jou. Sommige honden kunnen heel erg vocaal zijn tijdens hun spel. Het lijkt dan net alsof ze een gevecht met je aangaan, maar dat is gewoon hun manier van spelen. Prik daar doorheen en ga gewoon door met je spel. Nu is het handig als je het commando klaar hebt aangeleerd, zodat een hond ook weet dat het spel is afgelopen. Je stapt op en zegt klaar. Je ziet dat u nog even nagaapt, maar het spel is afgelopen. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad, hoe je kan spelen met je hond. Maar hoe speel jij nou met je hond? Ik ben erg benieuwd. Maak een videootje en stuur deze in via de Lifestyle for Pets app.